Hoi en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Noah heeft nog steeds vakantie. Sinds gisteravond slaapt mijn nichtje Nicia bij ons. Echt super gezellig. De jongens vinden het helemaal leuk. Zij is 2 jaartjes ouder dan Genoa. Dus het leeftijdsverschil is niet super groot. De jongens vinden het helemaal leuk dat ze er is. Genoa sliep natuurlijk ook 2 dagen bij haar. Dus ze kon niet wachten om bij ons te slapen. En de eerste nacht is echt super goed gegaan. Maar wat staat er vandaag op onze planning? Ik wou eigenlijk het liefst met Sandra de park gaan, maar het regent gewoon de hele dag. Gisteravond heeft het ook keihard gestormd. Al die tonnen in de straat vlogen alle kanten op. Ik kon er echt niet van slapen. Na 1 uur was het volgens mij voorbij en toen viel ik eindelijk in slaap. Wat staat er dus vandaag wel op onze planning? Ik wou gewoon naar een indoor iets gaan. Dus besloten Cyrano en ik om naar Almere Jungle te gaan. We zijn er nog nooit eerder naartoe gegaan, maar ik hoor altijd hele leuke geluiden. Ik zie het ook regelmatig voorbij komen op Insta en ook op TikTok. Dus vandaag gaan wij het meemaken. We hebben inmiddels al ontbeten. De kinderen hebben als eerst cornflakes gegeten. Daarna hebben ze ook nog een broodje gegeten. En Mason doet nu al een uurtje een dutje. In de tussentijd zijn Cyrano, de kinderen en ik gedoucht. Hebben ons klaargemaakt. Ik denk dat ik Mason nog een kwartiertje tot max half uurtje geef. En daarna ga ik hem ook klaarmaken. Dus guys, ik neem jullie daar gezellig bij mee. Ik ga nu heel gauw wat wasjes draaien. Schone was vouwen. En daarna ga ik piepen bij Mason. En dan gaan we gezellig richting Almere Jungle. So enjoy!
Nou guys, ik heb gisteren helemaal niet meer gefilmd nadat we van Almere Jungle kwamen. Om even terug te komen op Almere Jungle. Het is echt een super leuk uitje voor als je toevallig in Flevoland woont. Ik denk zelf dat als ik in Amsterdam zou wonen, dat ik er ook gewoon heen zou gaan. Want het is echt gewoon leuk. Het is niet super groot of zo, maar de kinderen genieten er echt van. En ik denk dat ze nog meer gaan genieten als het zomer is. Want ze hebben ook een buitenspeelplaats. Maar ik zag allemaal zand en zo. Ik dacht, nee, daar gaan we niet naartoe. Ik denk dat het in de zomer leuker is om te gaan. Dat was echt heel leuk. De kinderen hebben er onwijs van genoten. Dus ik denk dat we er binnenkort weer heen gaan. Want het was gewoon echt super leuk. Niet zo duur. Sorry? Niet zo duur. Nee, het was ook echt niet duur. Het was 9 euro. Ja, ik denk dat het 10 euro pp. Dus dat was echt ja, prima te doen. We zijn nu een dag verder. Sidaan en ik hebben net mijn nichtje weer terug naar huis gebracht. Daarna hebben we de jongens heel even naar mijn schoonmoeder gebracht. Want die twee wonen echt letterlijk 2 minuten van elkaar vandaan. En Sidaan en ik gaan nu gezellig de stad in. Dat hebben we zo lang niet gedaan. De laatste keer dat wij volgens mij samen de stad in zijn gegaan, was op mijn verjaardag. Weet je nog toen we een jurk gingen kopen? In oktober. Toch? Kan echt wel kunnen, ja. Ja. Gewoon de laatste keer. Echt ook. En dus gaan wij gezellig de stad in. Ik baal, het regent. Ik heb een jas aan zonder capuchon. Ik heb eventjes een paraplu bij mijn schoonmoeder. Gelukkig kunnen lenen. Shout out naar Marcelo. Thank you. En ja, nu gaan we richting de stad. Ik heb na een lange tijd weer mijn Fenty dinges op. Foundation. Ik heb het gevoel dat het veel te donker is voor dit weer. Zien jullie dat met nek? Ja, man. Beetje lelijk, maar goed. Anywho. We gaan gezellig shoppen. Mijn spulletjes laten zien, want ik heb een paar dingetjes gekocht. Ik ga dat nu met jullie delen. Dus wat heb ik gehaald? We gaan beginnen bij H&M. Cyrano heeft een nieuwe body warmer gehaald. Ik heb het helemaal niet gezien, maar je zet het in mijn tas. Ik kan mijn tas verkopen als ik het zelf wil. Kijk, Cyrano heeft een nieuwe body warmer gehaald. I love this. Lightweight. Zo, je voelt het niet eens. Dit is dit zo. Niks. Wat heb ik daar gekocht? Ik heb dit gehaald. Dit soort shirtjes. Ik hou echt van die micro truitjes. Dit is... Kijk. Dit. Dit is één. Gewoon een zwarte. En ik heb ook een beige kleur gehaald. Ik weet niet hoe ze vallen. Ik zag die stof en ik dacht, ja, dit moet ik hebben. En dan heb ik bij de Mango, deze hadden jullie volgens mij wel gezien, heb ik dit gehaald. Echt, I love it. Het is best wel, ja, een beetje oudbollig, maar ja, weet je. Ik hou hier gewoon van. Ik vind het zo mooi. En dan met die gouden knopen. Ik heb hem gekocht in een maat M. I love it. Het staat me ook echt leuk. En dan heb ik ook echt een heel leuk pak gehaald bij de Pull&Wear. Ik twijfelde wel een klein beetje over, omdat ik dacht dat het gewoon een losse pantalon was met een soort van oversized blazer. Dat dacht ik. Ik heb wel in plaats van een M een S gehaald, omdat het toch in mijn beeld best wel groot uitzag. Maar het zit dus best wel getailleerd. En ik was niet op zoek naar een getailleerd pak. Ik wou gewoon lekker een oversized pak hebben die ik gewoon lekker casual kan dragen. En dit is best wel zakelijk eigenlijk. Dus het is niet precies wat de bedoeling is. Maar anyways. Dit is gewoon een blauw krijtstreeppak. Zo. En dan is de achterkant zo. Very cute. En met bijpassend blazer. En dan heb ik het blazer in een maat S genomen. En de broek in een maat M. Ik kan jullie eventjes een foto laten zien hoe hij eruit ziet. Hoe vond jij dat het eruit zag, Moep? Hij is wel mooi, toch? Oh, ja. Maar ik denk dat ik hem nu ook even voor je ga passen. Oh.
Is wel nice. Fijn voor mij. Echt, hè? En hebben we ook een super leuk setje gehaald voor kindje van Demi en Aurelie. Kijk hoe leuk dit pakje is. Hebben we gehaald bij H&M. Zo. Met dit broekje. Echt heel leuk. En dan gewoon een simpel wit truitje. Echt leuk. Hele leuke outfit. Nou, dat waren de items die ik geshopt heb. Cyrano heeft volgens mij nog ook een schoen gehaald. Dat was het, de schoen. Mag ik je dat schoen laten zien? Is misschien wel leuk dat de kijkers dan ook hun mening geven. Want Cyrano twijfelt heel erg over die schoen. Echt jongens, we waren gewoon letterlijk 1 uur en 20 minuten in de Suit Supply voor de... Vriend, 1 uur en 20 minuten, jongens. Hij wilde het niet toegeven, maar we waren 1 uur en 20 minuten in die winkel. Ik werd gewoon fuga. Als ik je zeg, weet je wat het is? Ik vind het echt niet erg. Als je zeg maar 3 schoenen past en we zitten daar en die gaat aan. Oké, dan wordt die weer besteld en die en die en die. Maar 1 uur lang voor 3 schoenen en eigenlijk wou hij het gewoon niet halen. Ik heb hem gewoon bijna gedwongen om die schoen te halen. Omdat, ja, ik ga niet 1 uur zitten en vervolgens met niets naar... Nee, sorry. Even kijken. Cyrano wou dus heel graag een nieuwe schoen hebben voor zijn werk. Gewoon, ja, alledaagse schoen. En ik zei, ga liever voor een leren schoen. Ik zag ook een andere schoen, die vond ik persoonlijk mooier. Maar dat is een zwede schoen. En ik denk, leer is gewoon beter. Want als je dan in de pauze naar buiten gaat en het regent, dan hoef je geen rekening te houden met een leren schoen. Is ook lekker makkelijk schoon te maken. En uiteindelijk zijn we dus naar Suit Supply gegaan. Nou, ik hoef daar voorlopig echt niet meer naartoe. Hé, wat is dit? Zo, je bent gaan strippen. Nee, joh. Mooi weten niet in winkel. En hij heeft dus een schoen gehaald. Zo netjes verpakt. Hij heeft dus deze gehaald. Ik vind dit gewoon een nette schoen. Kijk, Cyrano heeft een hele goede baan, een hele goede functie. Ik vind persoonlijk dat als jij zakelijke meetings hebt, kan je niet met... Kijk, een New Balance, het loopt lekker. Maar... Doe niet alsof ik met New Balance de hele dag loop. Nee, maar je draagt het. Nee, de New Balance is voor casual day. Dit is casual day, maar ik vind gewoon... Van die bruine gaat zoetsen plakken. Naarmate je... Nee, niet laat je het lijken als een goede schoen. Nee. Want je draagt vaak genoeg ook gewoon andere schoenen. Naarmate jij een bepaalde functie hebt, een bepaalde status hebt, mag je je ook gaan kleden naar die functie. Do y'all agree? Dus heeft hij deze gehad. Kijk, hij heeft maatje boot. Pardon? Maat 44 staat. Maat 44, nou ja, dat, hij vindt dat klein, ik vind dat gigantisch, maar dat maakt niet uit. Ik heb liever een man met grote voeten dan een man met hele kleine voeten. Dat zegt heel veel over een man, hè? Anyways, guys, it's, ja, op beeld ziet het er gewoon echt mega. Nee, maar het staat hem gewoon heel mooi. Cyrano heeft ook echt, dat moet ik hem echt meegeven. Ik had een foto gemaakt hoe hij het aan had. Want als jullie het zo zien, ga je echt denken, Migado, ik laat die foto ook weer even zien. Cyrano is echt geblest met zijn bouw. Hij kan alles hebben. Hij kan echt alles hebben. Dus ja, wat vinden we hiervan, jongens? Is dit een keeper? Nou, ik denk dat het gewoon prima schoen voor de bij is. Nee, niet voor de bij. Ja, het was geen goedkope schoen, maar ik vind hem gewoon netjes. Hij ruikt ook lekker netjes, fris. Maar het is niet voor de bij. Ik ben blij voor je. Nou, zijn jullie niet al te onaardig in de comments, want hij leest ze. En hij gaat ze nu helemaal lezen. Oké, guys, wat ga ik nu doen? Wat ga ik nu doen? Ik moet nu echt gaan sporten. Als ik dat vandaag niet doe, dan heb ik niet 4 keer gesport deze week. En dat is wel de bedoeling. Dus ik ga vandaag sporten en dan morgen. Dan zit deze week er alweer op. Dus ik ga mij nu omkleden. En richting de sportschool. Het is inmiddels 11:45. Maar ja, we gaan ervoor. So, let's go. Oh, ik zie eruit. Nou, jongens, ik ga nu trainen. Ik heb het zo koud. Het is gewoon niet normaal. Ik ben kapot. Het is gewoon, jullie gaan het niet zien, maar het is gewoon 12:30. En ik ben nog steeds thuis.
Gaat nergens over. Even kijken. Ik zat heel erg te twijfelen. Ik wou eigenlijk cardio doen, omdat dat ja, gewoon het chillst is. Maar dat ga ik morgen al doen. Dus ik heb 2 dagen geleden benen gedaan. Ik heb niet echt spierpijn. Dus of ik ga weer benen doen of ik ga bovenlichaam doen. Maar ik denk... ja, ik weet het niet. Het is of-of. Maar ik heb gewoon geen zin in armen. Ik heb gewoon geen zin daarin. Ik denk dat ik gewoon lekker voor benen ga. Maar ik heb alleen nog een klein beetje last van mijn lies. Dus ja, ik weet niet hoor. Ik moet eigenlijk gewoon bij mijn huis blijven. Want het is gewoon echt te laat. Ik ga deze pre-shot van Muscle Body Nutrition innemen. Mango smaak. Van Cyrano. But I'm gonna need it. Cheers. Ja, nu kan ik echt niet meer terug. Oh jeetje. Je lippen tintelen meteen. Yo. Hey guys, let's go. Make-up van mijn gezicht afhalen. En daarna ga ik gelijk de douche inspringen. Want ik heb best wel gezweet. Het is gewoon echt koud. Ik weet niet wat dat ding is. Maar het is... ik heb echt eventjes een warme douche nodig. Ik denk ook dat ik mijn skincare routine pas na het douchen ga aanbrengen. Want ik wil ook even een face wash gebruiken. Die moet ik echt even gaan gebruiken. En daarna ga ik lekker naar bed. Because I'm so tired. Het enige dingetje nu is, ik heb opeens zoveel trek gekregen. Echt niet normaal. Het is ook echt over 1. En toen we in de stad waren, hadden we dus McDonald's gegeten. Wat totaal niet de bedoeling was. Want mijn cheat day is morgen. Maar omdat ik dit gedaan heb, is mijn cheat day gewoon vandaag geweest. Want ja, ik kan natuurlijk niet 2 dagen lang zo eten. We hadden morgen op de planning staan uit eten. Maar nee, dat verdien ik niet. Ik verdien het echt niet. Dus morgen ga ik gewoon netjes koken. Och, mijn haar is zo droog. Het zit zo strak ook. Even losmaken. Mijn haar ook echt gaan wassen, jongens. Het is zo droog. Oh my god. Kijk iets hier. Kijk iets hier. Nee. Dit is gewoon echt niet normaal. Dit is gewoon stroom. Letterlijk. In ieder geval zit het weer een beetje los. Zo. Geweldig. Ik ga me nu lekker omkleden, guys. Douchen, pyjama aan en meteen naar bed. Dus, lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten.
Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik jullie allemaal terug te zien bij een volgende video. Doeg!